Jongens, jullie moeten me wel helpen met al die ballonnen. Die blokkeren mij het zicht. Natuurlijk ben ik zenuwachtig. Ik heb Dudok een jaar niet gezien. Het is nu een jaar geleden dat ik hem ontmoet heb. Ik was met mijn vriendinnetjes was ik op vakantie. Dat was in Chongpet. Vlak achter Kokopet. En heb je zo'n resort beach. Nou ja. Zo lam als het maar kan, dan stap je weer die tuk-tuk op. Eigenlijk een soort kroegentocht. Maar dan ga je van Lombok, dan ga je naar Kokopet. In Ching Beach, in Monkertown. Allemaal van die must-sees. Mag ik er even langs? Ja? Godverdomme. Hij gaat er niet op. Hij heet Dudok. Hij is een jaar jonger dan ik. Hij is een kickbokser. Hij komt uit Kokomeng. En hij heeft allemaal medailles en een succesvolle jonge man. We zijn eigenlijk verliefd op elkaar geworden vorige zomer. Zal je zien dat hij hier moet staan waar zitten wachten straks. Ik ga niet te laat zijn hoor, dat doe ik niet. We stonden wel op zo'n full moon party beach. Toen kwam Dudok binnen met al zijn vrienden. Ik denk dat ik een half uur daarna al ergens in een hutje thuis aan het eten was. Als je begrijpt wat ik bedoel. Sorry hoor. Je kent die jongen niet. Misschien is hij wel je geld uit. Ja, ze waren er niet bij in de binnenlanden. Zij waren hier in huis. Ik heb een maand gerezen met die vent. Het zit gewoon hartstikke goed. Is die? Ja, hier is die! Hey. Hij is schat. I miss you so much. Hij is heel erg extravert. Houdt niks binnen. Ontzettende. Ja, jokester eigenlijk. Ik heb nooit gedacht dat er een man was die mij intellectueel, emotioneel en fysiek zo ongelooflijk alles kan geven wat hij in zijn flikker heeft. Als dit lukt met hem, is gewoon een lifehack. Dan ben ik gewoon klaar. Zo. Because last time I went to in the airplane on the way to Thailand, I watched three movies. Everybody is so excited to see you. You're the guy I've been talking about for a year. They want to see the face. Volgens mij is hij in slaap gevallen. Moet ik hem wakker maken? Nee, ik zal het laten. Want hij mist wel veel natuurlijk. Yes. Very good. There. Yes. Oh, hey. Hey. Yeah? You look... Hulleke. En Dudok. Hey. Oh yeah, number 10. If you get lost, number 10. Yeah? You like it? This is the place. This is it. You can take off your flip-flops. Take them off. So this is where my magic happens, yeah? You have it all here. Look, there's the car. This may be a funny story. That's an old cupboard. It's from, I inherited it from my mother. And she also liked Indonesia very much. I'm going to show you four friends of mine. Today, only one. Tomorrow, a big friend who also likes the sport kickbox. Potatoes, we do a lot of things in Holland. We can make rusties. We can make a lasagna, but instead of using dough, you can use potato slices. You like chips? The small potatoes? Yeah, it's gewoon een snoepkont hoor, daar. It's called patat friet.
patat, friet. Actually, it's from Belgium, but rusty sweet potato with mayonnaise. We do it on the side. When you want to make good fries, you just clean the potatoes, boil it. Goedendag, politie Amsterdam-Amsterdam. Kan ik u mij van dienst zijn? Ja, hij is maar dat hij doet. Wordt er naar hem gezocht nu? Of heeft het nog wel zin om te filmen zo? Want ik weet niet waar die is. En toen ben ik aan het eten begonnen en toen werd het gewoon zwart voor de ogen. Er hing al een soort spanning in de lucht. Hij moest lachen om mijn grappen en... toen kwamen we hier aan en het was geweldig. Hij voelde zich meteen ook lekker thuis. Ja, er was gewoon wat. Er was gewoon een soort ding in de lucht. Ik kreeg gewoon ontzettende pomp op mijn achterhoofd en het wordt gewoon helemaal zwart. En dan weet ik het niet meer. Auw. Blijf zitten. Het duurt bijna het hoofd. Nee. Het bijt. Wat alleen maar erger. Maakt niet uit. Auw. Niet bewegen. Zo meer mogelijk bewegen. Oké.